Daniel den Hoed is vandaag bij de Maarten Memorial. Een jonge gozer van 27 jaar in de bloei van zijn leven, totdat er bij hem melanoom werd ontdekt. Een zeer agressieve, kwaadaardige tumor. Hij was een groot liefhebber van exclusieve sportwagens. En daarom wordt er sinds zijn dood nu elk jaar exclusieve sportwagens ingezet in de strijd tegen kanker. Ze gaan zich zo meteen hier op het terrein achter verzamelen, allemaal ter ere van Maarten van Steen. Want je bent pas echt dood als je bent vergeten. We zijn hier bij de 11e editie van Maarten Memorial. Een jaarlijkse dag waarbij we kankerpatiënten een dag laten vergeten dat ze ziek zijn door ze mee te nemen in de grote passie van onze vriend Maarten van Steen. Die vandaag 11 jaar geleden is overleden aan de gevolgen van kanker. Ja, de mensen even een dag alles laten vergeten. Je ziet ook gezichten ontspannen, glimlachen op gezichten verschijnen. En ja, er wordt nog een mooi bedrag mee opgehaald ook voor het kankeronderzoek. Ja, win, win, win aan alle kanten. Ik vind het fantastisch als andere mensen kunnen genieten van wat ik heb. Dat geeft mij weer een waardering. Ja, en dan is het hoog tijd om naar circuitpark Zandvoort te rijden. Waar de patiënten worden getrakteerd op een onvergetelijke ervaring. Ja, dat was wel een droom die uitkwam voor mij om een keer op circuit te kunnen rijden. Heel vet, echt heel vet. Ja, te gek. Ja, echt heel gaaf. Ja, en terwijl de zon al langzaam aan het ondergaan is, sta ik hier naast Theo. Wat betekent deze dag persoonlijk voor u? Nou, een heel goed contact. Zeker met de familie van Steen en hun vrienden die dit ooit zijn begonnen. Ja. En we hebben natuurlijk ook het Maarten van Steen Laboratorium in de Erasmus MC. En daardoor kunnen we onderzoek doen die we anders niet hadden gekund. Ja, en op zo'n dag als vandaag zijn er natuurlijk twee mensen die niet mogen ontbreken. En dat zijn de ouders van Maarten. Goeiedag. Hallo. Ja, hoe heeft u deze dag ervaren vandaag? Geweldig. Geweldig, in één woord geweldig. Het is zo leuk om iedereen weer te zien. Ja. Heel veel oude bekenden en stralende gezichten overal. Het doet je in zoverre ook veel. Ja. Hè, dat het is niet normaal dat je na 11 jaar voor onze zoon, dat hij dan nog zo op deze manier herdacht wordt. Ja. Ja. Ja, dat is heel erg mooi. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. Nee, natuurlijk, en dat zijn toch zijn vrienden van toen die dat nog steeds organiseren. Ja, het is weer een fenomenaal bedrag. Het is echt geweldig. 61.150 euro. Ja, dat is echt een trots op te zijn. Hartelijk dank. Maarten Memorial 2014 zit er alweer op. Achter mij vertrekken alle wagens weer richting Rotterdam. En ja, het was een hele waardevolle dag. Zeker voor de passagiers die zich even één dag niet ziek hoefden te voelen. En waarmee mooi geld is opgehaald om de strijd voor te zetten. Die hopelijk op een dag niet meer nodig is. Kanker kansloos.